tijdens de zomer is het natuurlijk ideaal om te gaan barbecuen. Dus vandaag heb ik 3 barbecue recepten. En aardappelsalade, knoflooksaus en spiesjes. Oké, goed. Ik hoop dat deze video bij jullie in smaak valt. En let's go. Voor de basis heb je in ieder geval 2 stukjes kogelbiefstuk nodig. En bij elkaar is dat ongeveer 350 gram. En daarnaast nog 6 eetlepels ketchup marinade. En daarnaast nog uiteraard spiesjes of stokjes. En eventueel nog wat groenten. Ik gebruik alleen een klein beetje paprika en een tomaatje. Uiteraard gesneden. Oké, het biefstuk die snijd ik nu in blokjes. Dat is voor zometeen omdat die natuurlijk op de spiesjes moeten. Ik kan niet een heel biefstuk aan de spiesje krijgen. Zo groot wil je de blokjes ongeveer hebben, want jij wilt ze natuurlijk ook niet te klein hebben. Nu pak ik de marinade erbij. En daar stop ik de blokjes in. Het was natuurlijk stom om zo'n kleine te pakken, dus ik heb hem wat grotere gepakt. Zo, al het vlees kan erbij. En nu moet je er goed voor zorgen dat al het vlees bedekt is met marinade. Deze marinade kun je trouwens gewoon in elke supermarkt kopen. En dit laat je nu zo'n 30 minuutjes intrekken. Na een half uur tijd is de marinade goed ingetrokken en dan is het tijd om spiesjes te maken. En ik spies gewoon een stuk vlees aan zo'n stokje. En dan een stukje paprika. Een stuk vlees. Een tomaatje. En nog een stuk vlees. Zo, en dan heb ik een spiesje. Ja, ik doe hooguit 3 stukjes vlees aan zo'n stokje. Voor deze aardappelsalade heb je 1 komkommer nodig, 1 paprika, 700 gram aardappels, 1 kleine ui, 1 tomaat, 1 knoflookje, knoflookteentje, 3 eetlepels Griekse yoghurt. Voor de rest natuurlijk nog wat peper en zout. De aardappels die ga ik eerst schillen en daarna koken. En dan kun je ook gelijk de komkommer schillen. Laat de aardappeltjes 10 tot 15 minuutjes koken. De komkommer die snijd ik vervolgens in kwartjes. Dus 1 keer door midden. Dan weer door midden. En daarna in kwartjes. En ook de tomaat die snijd ik even in wat kleinere stukjes. Gewoon in reepjes, niet in blokjes. Die ga je versnipperen. De paprika die snijd ik weer zoals gewoonlijk. Eerst in reepjes. En dan in blokjes. En het knoflookteentje, dat snijd je gewoon echt heel erg fijn in kleine blokjes. Als de aardappeltjes gaar zijn en afgekoeld, kun je deze ook gaan snijden.
En het is de bedoeling dat je deze in blokjes gaat snijden. Ik heb de aardappel even in een kom gedaan. En hierbij gaan alle andere ingrediënten. Dus de paprika, de ui, de komkommer, de tomaat en de knoflook. En dit meng ik door elkaar. En dan kan de Griekse yoghurt erdoor. En tenslotte nog wat zout en een klein beetje peper. En dan is de salade ook klaar. Voor de knoflooksaus heb je 4 eetlepels mayonaise nodig, een handje bieslook, 2 theelepels knoflookpoeder en 2 eetlepels yoghurt. De bieslook die snijd ik gewoon fijn. En nu meng ik de mayonaise, bieslook, yoghurt en knoflookpoeder door elkaar. En dan heb je een knoflooksausje. En dit zijn al mijn barbecue hapjes. Een heerlijke salade, lekkere spiesjes en een heerlijke knoflooksaus. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.